deze week in de Usus C45. Paul wordt mede mogelijk gemaakt door OCA in Nutramon, Huisman Gemert, Bouwen in Vertrouwen en Ben Vital voor snel herstel bij kalverdiarree. Vroeger als klein jochie, toen ik 6 was, had een buurman van ons, die had ook zijn trekker. En ja, vanuit daar word je dan helemaal aangestoken met een gloeikopvirus. En dan wil je dat natuurlijk zelf ook altijd eentje. Ja, de klappen, de vlammen af en toe, als die aan het werk moet, is gewoon prachtig. Dit is de Ursus C45 van Marcel Frederiksen uit Garderen. De trekker is gebouwd in 1947, heeft een motorinhoud van 10,3 liter en 45 pk. Voordat de trekker kan rijden, moet eerst de gloeipeer warm gestookt worden. Het duurt ongeveer 7 minuten voordat de peer warm is. Nou, na ongeveer 7 minuutjes dan is de gloeipeer warm. Dan hebben we hier de brandstofpomp. Er zit één plunje in. Die duw dan 2 keer eigenlijk in, zodat je pompt. En dan is het 1 keer goed aanzetten. En hij loopt. Marcel werkt bij een mechanisatiebedrijf. Via een liefhebbersgroep heeft hij deze Ursus kunnen kopen. Ja, hij kwam helemaal overgespoten blauw. En dat past niet bij ons in het rijtje eigenlijk. Dus we hebben hem op de bokken gezet in de spuitplaats en helemaal ingespoten. En we zijn er 4 keer overheen geweest en nu staat hij er zo bij. En is hij al klaar? Hij is nog niet helemaal klaar, hè? Vertelde je? Nee. Er moeten nog spanborden op, de verlichting moet nog aangesloten worden en nog wat kleine dingetjes. En dan is hij voor mij klaar. En dan ja, het nieuwe, dat is mijn hele, ja, dat is mijn werk. Dus ja, daar zit ik elke dag al in. En dan is het een uitstapje in het weekend als je op zo'n oude trekker mag rijden en werken. Ja, gewoon het ouderwetse, alles klapt, rammelt. Als hij moet werken, dan gaat hij nog vlammen in plaats van een laf pluimpje van tegenwoordig. En ja, als je op een show komt aanrijden, iedereen zit te kijken van, goh, dat nog rijdt, zo'n oud ding. Behalve de Ursus heeft Marcel met zijn familie nog meer trekkers. Ja, totaal hebben wij 9 trekkers thuis. 3 Lansen, 1 Ursus, 3 Ventjes, een Hanemag en onze eerste trekker nog de Deutz Tomcop. De trekker is na de Tweede Wereldoorlog gebouwd in Polen. Nou, in de oorlog is natuurlijk in Duitsland veel plat gebombardeerd en gedaan, zo ook de Lansfabriek. En vanuit daaruit zijn nog wat onderdelen overgebleven. En ja, die zijn in Polen, kwamen ze trekkers tekort en zijn ze ook gaan bouwen met ondergebleven onderdelen uit Duitsland. En daar hebben ze dus met de eerste onderdelen die uit de Lansfabriek overgebleven zijn, hebben ze de Ursus gebouwd. Dit is voor mij een poltrekker. Alleen voor de echte Porsche-fans. Ga naar porshop.nl.